Alle organisaties gehuisvest in het Centrum voor Jeugd en Welzijn Regina Mundi in Beringen zet op 13 april zondagnamiddag hun deuren open. De bedoeling is dat alle organisaties hun activiteiten tentoonstellen aan het grote publiek. Uiteraard zal er ook heel wat randanimatie zijn. Er zijn heel wat workshops voor groot en klein. Er zijn leuke optredens, er is een modeshow. Men gaat kennis kunnen maken met heel wat doe-activiteiten. Men kan de nostalgie een beetje opsnuiven, want men kan een doorgang maken met gidsen door heel de school, de oude school Regina Mundi, waar nu alle organisaties gehuisvest zijn. Men kan genieten van een hapje en een drankje en er zijn filmtickets te winnen. Naar aanleiding van de Olympische Spelen in Peking in 2008 gaan we voor de jeugd ook een Olympische Spelen doen, de Jeugdolympiade. De Jeugdolympiade gaat door in drie fasen, dus brons, zilver en goud. Brons en zilver is al gepasseerd en op 19 april gaan we naar Herentals met de kinderen van 10 tot 14 jaar. Het is niet nodig dat zij al een medaille hebben in brons en zilver, iedereen mag deelnemen. Tijdens de Jeugdolympiade in Herentals kan je deelnemen aan één of meerdere sporttakken. In totaal zijn er 10. Bijvoorbeeld atletiek, zwemmen, volleybal, basketbal. Je kan inschrijven bij ons op de sportdienst voor 11 april. Deelnemen aan de Jeugdolympiade is gratis en je kan ook gratis mee met ons met de bus naar Herentals. Voor meer informatie kan je terecht op www.beringen.be/sport-en-recreatie of op het nummer 011 430 331.